sloot. Maar op een donkere avond ging er eentje dood. En toen waren er nog 9 over in de sloot. 10 kleine visjes zwommen in de sloot. 10 kleine visjes zwommen in de sloot. Maar op een donkere avond ging er eentje dood. En toen waren er nog 9 over in de sloot. 10 kleine visjes zwommen in de sloot. 10 kleine visjes zwommen in de sloot. Maar op een donkere avond ging er eentje dood. En toen waren er nog 9 over in de sloot. 10 kleine visjes zwommen in de sloot. 10 kleine visjes zwommen in de sloot. Maar op een donkere avond ging er eentje dood. En toen waren er nog 9 over in de sloot. 10 kleine visjes zwommen in de sloot. 10 kleine visjes zwommen in de sloot. Maar op een donkere avond ging er eentje dood. En toen waren er nog 9 over in de sloot. 10 kleine visjes zwommen in de sloot. Daar ga je, Septimus, waar je op het ogenblik op bent. Hij weet dat er iets in de lucht hangt. Hij voelt het, zelfs beneden in de kelder. Hij is niet dom, de jonge meneer Olivier. Hij is al lang onrustig, zeggen ze. Het is pas volgende week, volle maan. Zelf niet heb uitgenodigd voor diner, maar dat ik uitsluitend de instructies opvolg van hem. Ben je nu vader dat op de dag van de opening en voorlezing van testament een extra plaats aan het diner moest worden gereserveerd? Maar voor een van de begunstigden. Maar dat is monstrueus! Ik ben gepertinent om met Olivier aan één tafel te gaan zitten. Toen vader nog leefde, mocht hij niet eens zijn cel uit. Dus ik zie niet in waarom dat we dat nu ineens gaan hadden. De politie had hem al jaren geleden op moeten pakken. Op de dag dat hij de tuinman zijn oor afgebeten heeft. Ja, dat was een pijnlijk voorval. Gelukkig was de man stokdoof en had het dus eigenlijk niet nodig. Maar dat doet u nu niet te zeggen. De andere begunstigde is niet uw broer, maar een buitenstaander. Een onbekende voor de familie, maar op zichzelf een onbekende grootheid. Men heeft mij echter verzekerd dat zij voor de buitenwereld, als ik het zo mag uitdrukken, een soort beroemdheid is. Zij? Dat het een vrouw is. Inderdaad, mevrouw M. Jordes, schrijfster van damesromans. Oh, M.
nog nooit van gehoord. Ik ook niet, maar uw vader was blijkbaar een groot bewonderaar van haar boeken en heeft haar als bescheiden blijk van waardering bedacht in zijn testament. Maar dat heeft ze natuurlijk niet geaccepteerd. Dat is geheel aan haar, juffrouw Lucretia. Ik heb ik heb haar uitgever geschreven en ik heb een keurig briefje teruggekregen dat zij vanavond met de trein om 7:15 uur aankomt. Ik ben zo vrij geweest om een taxi naar het station te sturen om haar af te halen. Nou, je spreekt wel heel royaal om met mijn geldpen, Murthy. Maar hoe lang denkt dat mensen hier te blijven? Want je weet dat Dora niet gesteld is op vrede. Het spijt me, maar het hangt af of zij de voorwaarden van het testament accepteert of niet. Het kan zijn dat zij morgen al weg is, maar anderzijds... Voorwaarden? Hou je voorwaarden in? Het spijt me, maar dat mag ik pas zeggen als het testament wordt voorgelezen. Het moet worden voorgelezen in bijzijn van alle begunstigden. Ik wil het nu weten, Pagurti! Ik sta niet toe dat de wildvreemden hier in mijn huis rondlopen en hun neus steken in zaken waar ze helemaal niets mee te maken hebben. Dat staat gewoon niet toe. Wat sta jij niet toe, Lucretia? Dat vreemde in huis volslagen